Hè? Dus inderdaad, als het onstabiel is in de schouder, ja, rustig een blok geven. Maar hou je zweepje wel iets aan de schouder gericht. Ja, heel goed. Ja, dus je vraagt zwaartepunt wat meer terug. Wel iets ingebogen. Oké? En dan moet je opletten, op het moment dat je voelt dat ze niet het zwaartepunt teruglegt, maar naar de buitenschouder, dat je direct weer het hoofd laag naar het binnenvoorbeen vraagt om die schouder weer te stabiliseren. Oké? Oké? Naar het binnenvoorbeen. Voel je dat? Nu gaat ze naar buiten hangen. Ja, dus op het moment dat je de voorwaartse energie dus bij de boeg opvangt, dus als je daar een blok geeft, dan gaat ze met haar reactie naar het punt waar ze het meest gewicht heeft zitten. Als dat op dat moment de buitenschouder is, zet je op dat moment dus nog meer gewicht in die buitenschouder. Ja, dus dat betekent dus op het moment dat zij goed in haar lijf loopt, dat je dan de blok kan geven. Op het moment dat ze dus niet goed in haar lijf zit, ja, dus ze is uit balans, dan breng je dus extra gewicht naar het punt waar ze uit balans is. Dan heeft het dus geen